We zien vandaag veel bewolking in onze omgeving. En dat komt allemaal door een tweetal lage drukgebieden die ons land passeren. Uit die dikke bewolking valt van tijd tot tijd regen. En onder die bewolking is het ook nog eens ontzettend zacht. Vanochtend al temperaturen overal ruim in de dubbele cijfers. Daarbij regent het van tijd tot tijd en waait het met name aan zee stevig uit het zuidwesten. Vanmiddag loopt de temperatuur nog een graadje verder op op de meeste plaatsen en dan wordt het uiteindelijk extreem zacht met zo'n 12 tot 13 graden. De wind neemt wel iets in kracht af, maar vanavond wordt de bewolking weer dikker, valt er weer wat uh, intensievere regen en neemt ook de wind, met name aan zee, weer in kracht toe. Afkoelen doet het nauwelijks onder die dikke bewolking terwijl het regent, want de minima liggen komende nacht uiteindelijk rond 9 graden. Morgen dan ligt de temperatuur uiteindelijk wat lager. In de loop van de dag wordt het droog als een hoge drukgebied vanuit het westen nadert. Iets koelere lucht stroomt ons land op en uiteindelijk zien we dus een maxima in de middag rond een graad of 8. Zaterdag lijkt dan een droge dag te worden met temperaturen van 7 graden. Zondag is het dan weer wat vaker nat met bewolking. Maandag blijft het op een enkele buina weer op de meeste plaatsen droog. Al met al dus wisselvallig en zacht voor de tijd van het jaar. Ik ben Wilfried Jansen en ik wens u een fijne donderdag.